En nu hebben we het leuks, want we hebben een primeur. En we hebben wel de eerste jeugdprinses van de Havenbuulen. Hoi! Hoi! Vertel eens, wie heet ze? Anna Hoebe. Anna? Hoebe. Anna Hoebe. En de eerste prinses, wie vindt ze dat? Spannend, maar wel heel leuk. Ja? En wanneer hebben ze dich dat gevraagd of ze prinses wilt spelen? Uit in september. En dan de eerste. En dat wil zeggen dat ze over 100 jaar, zeggen ze nog altijd, hè, doe wordt de eerste. Ja. Dat is toch heel apart, want de tweede dat zijn ze dadelijk alweer vergeten. Maar de eerste. Ja. Waar geeft ze naar school? Münsterglien. Wie heet de school? Basisschool Münsterglien. En welke klas zit ze? 8. Oh, dat is op de school af. Ja. Geeft ze naar de grote school? Ja. En hoe jeugdprinses, en wie geeft ze naar de carnaval kijken? Wie vindt ze, geeft ze met die grote met? Ja. Ja? En dan heb ze nog een eigen adjudant, zien me? Ja. En dat is adjudant... Jules. Jules. Wat vindt man ervan? Chic. Ja? Geeft mam ook met? Ja. Maar dan ben ze eigenlijk toch een beetje de prinses van de grote prinsen. Ja. Ja, hè? Dat vind ik ze wel chic, of niet? Nou goed, heel veel plezier. Heb je zo in de lijfspraak? Ja, vast lavens tijd gelukkig voor de deur. Rood, geel en blauw als kleur. Prinses Anne gaat voorop en zet het haverik op zijn kop. Dat is een applaus, dat is goed te komen. Dankjewel, veel plezier. Ja.